We beginnen met een commissievergadering van Commissie Cultuur en Lokale Media. En dat gaat over de Salto-rel. Een rel die eigenlijk buiten de orde is, want daar gaat de gemeenteraad niet over. Salto is onafhankelijk, een stichting. Maar mevrouw Sweet, die u hier ziet, had de zaak opgerakeld en zit eigenlijk in een wespennest. Omdat een zeer beperkt aantal mensen het niet eens is met een nieuwe frequentie en zenderverdeling en indeling van Salto. Maar de gemeenteraad en de wethouder lieten weten, dat is jammer, dat is misschien niet heel elegant, maar daar kunnen we verder niks aan doen, mevrouw Sweet. Dus stuur uw mannetjes maar weer naar huis. Daar kwam het eigenlijk op neer. Luistert u mee. Voorlopige evaluatie van de afgelopen 2 weken leverde alarmerende resultaten op. We wensen herstel van de situatie, voorafgegaan aan een snel en diepgaand onderzoek waarbij gekeken wordt hoe het zover heeft kunnen komen. De bezwaren als ook de gevoelens van onvrede en dergelijke, die moeten geïnventariseerd worden en wel door een interstelle commissie met een zetel door Salto aan te wijzen persoon, 1 of meer zetels namens de aanbieders en 1 namens deze commissie van advies. Goed. Het gaat mij in dit voorstel dus niet om een schuldige aan te wijzen, maar om een constructieve bijdrage te leveren om uit deze impasse te komen. Dank u. Ik ben nog graag aan de heer. Geachte raadsleden, dames en heren. Behalve al duidelijk een concrete punten zoals het verdwenen van de bekende allochtone frequentie sinds de jaren 80 en een kort van de zendtijd. Ik wilde verder een aantal zaken onder jullie aandacht brengen. Mijn naam is Bertha Plebani, zoals al gezegd, freelance radiojournalist, conferentieorganisator, tevens sinds 7 jaar vrijwillig actief bij Radio Zera. Zera is een overkoepelende organisatie, namelijk de eerste samenwerkingsverband bij de Amsterdamse lokale media. Tot 1 oktober 8 redacties, waarvan 7 uur in eigen taal, Bosnisch, Grieks, Portugees, Kroatisch, Spaans, Joegoslavisch, Italiaans en 2 uur multicultureel in het Nederlands, werken wekelijks nauw samen aan radioprogramma's. We denken dat de programma's van Radio Zera een duidelijk aanvulling vormen op de pluriformiteit en de diversiteit van het aanbod op de open radiokanalen. Alleen Radio Zera zelf is al een voorbeeld van pluriformiteit, met later bijvoorbeeld tussen de regering en de nationale publieke omroep, waar zeer nauwkeurig worden criteria en toetsingssysteem opgebouwd om te zorgen dat de omroepen volgens een correcte procedure de gemeenschappelijke gelden gebruiken. Op de balie afronden. Laatste zin, er is geen sprake van censuur dan als de gemeente inmiddels na 15 jaar bestaan van Salto een grondig onderzoek gaat instellen over de structuur en het functioneren van Salto. Wij vragen ook aan de geachte raadcommissies leden om toe te zien dat Salto op een fatsoenlijke manier en serieus is met de verzoeken en behoeften van vooral de allochtone radioaanbieders omgaat. Niet te vergeten, de vaak onverenigbare taak van medemaker en toch zorgen dat de gemeenschap belangen behaald wordt. Bedankt. Aanbieders gehoord en luisteraars. En de vorige keer dat hier in deze commissie besproken is, of aan de orde is geweest, toen hoorden we dat het bericht van Salto was. Er is helemaal geen commotie, we zijn nergens van op de hoogte. Nu blijkt dat er een heleboel organisaties en luisteraars ontevreden zijn en verontrust zijn. We hebben regelmatig, en dan spreek ik namens de aanbieders, schriftelijk bezwaar gemaakt bij het Salto-bestuur. En tot nu toe is het genegeerd geweest. Er is nooit antwoord op gekomen. Waar gaat het om? Het gaat om de procedure tot zendtijdtoewijzing. Het gaat om de eenzijdige bevoordeling van enkele aanbieders. Het gaat om uitblijven van een onderbouwing van een besluit welke de kwaliteitsverbetering in het algemeen tot gevolg moet hebben. Het gaat om het uitblijven van communicatie naar aanbieders die schriftelijk bezwaar hebben ingediend tegen de gang van zaken. En het gaat ook om het niet meer kunnen uitzenden van aanbieders op het open kanaal. Participatie in procedures die helder, transparant en democratisch zijn verlopen. Daarnaast vinden wij dat activiteiten die met gemeenschapsgelden worden gefinancierd niet moeten bijdragen tot een tweedeling. Het besluit heeft tot resultaat dat diverse aanbieders en vele luistergroepen van de stad onevenredig gedupeerd zijn. Met klem vragen we aan u om deze vorm van censuur
negering en onbeschoftheid ongedaan te maken. Door de inzet van uw controlerende inmenging en toetsing van inzet van gemeenschapsgelden. Dank. Nou, dat klinkt allemaal heel ernstig, maar bleek later, er zijn maar 3 organisaties, misschien 4 van de 90 die echt ontevreden zijn. En dat kwam uit Surinaamse hoek en ik noem dat maar even mevrouw Sweets spelletje. Want zij had georganiseerd dat deze mensen daar kwamen. Zij had zich voor een karretje laten spannen en dat karretje begon hier te lopen. Maar, en dat wordt zo duidelijk uit onder andere de vraag van de heer Hemmes en antwoorden van allerlei mensen, de gemeente heeft helemaal niets te zeggen over wat Salte doet, mag daar zelfs niets over zeggen. Het spelletje van mevrouw Sweet was dus een heleboel stof doen opwaaien, maar er niets mee verder mee kunnen doen. Want het is aan Salto om in eigen boezem de zaak te regelen. Het is niet aan de gemeente en als de gemeente dat zou doen, zouden ze zelfs in strijd komen met de mediawet. Mevrouw Sweet probeert dus haar achterban tevreden te stellen door deze rel te veroorzaken, maar met haar achtergrond van UPC-interventie, het nieuwe contract wat nu weer toch moet worden opengebroken, de beloftes dat iedereen daar beter van zou worden. Mevrouw Sweet heeft een zware erfenis op het gebied van de lokale media en zich dus ook in het verleden geleend voor spelletjes die ze niet begreep en die ook niet klopten. U zult in de rest van het betoog heel duidelijk horen dat ze zich probeert uit dit dilemma te praten, maar in feite is dit helemaal niet aan de orde in deze commissie. En heeft mevrouw Sweet dus de tijd van de raadsleden en van de insprekers eigenlijk misbruikt. Ja, voorzitter, we hebben bij de UPC allerlei gesprekken van een eis gesteld waarvan achteraf bleek dat er weinig over te zeggen. We hebben de brief van de wethouder gehad waarin wel aangegeven staat, er bestaat geen formele zeggenschap, staat er onder andere, het gaat om de kennis geven aannemen. De vraag is, waar hebben we het eigenlijk over? Waarmee ik bedoel dat als we hier vanuit de commissie allerlei vrome voorstellen en wensen doen en we hebben vervolgens niks over te zeggen, dat ik dat helder wil weten naar de insprekers toe, maar ook naar mezelf, dat ik niet alle leuke plannetjes ga ontwikkelen waar we niks over te zeggen hebben. Na de vorige commissievergadering heb ik schriftelijke vragen gesteld. We hebben ondertussen daar een antwoord op gehad. Ik ga ervan uit dat die ook onderdeel uitmaken van het gesprek op dit moment. Dat kan denk ik heel kort en het staat ook beschreven in alle schriftelijke dingen die u van mij gekregen heeft. Naar aanleiding van de vragen vorige keer heb ik u een brief gestuurd gedateerd op 27 september. U heeft hem gevraagd, wilt u eens nagaan wat er nu aan de hand is bij Salto en vindt u dat u een onderzoek moet instellen? Ik heb toen gezegd, ik wil eerst eens even kijken wat er aan de hand is en of wij er als gemeente überhaupt een rol in hebben. Dat heeft geleid tot de beantwoording van de brief van 27 september, waarin ik heel duidelijk omschreven heb dat, conform de heer Hemmes zegt, wij als gemeente op dit moment helemaal geen rol hebben ten aanzien van deze problematiek. Wij hebben wel een relatie met Salto, geen subsidierelatie, maar wij hebben een relatie met Salto in de zin dat wij eens in het volgende jaar de representativiteitsverklaring afgeven. Dat is het moment om te zeggen, jongens, dit gaat goed of dit gaat niet goed. Tegelijkertijd hebben wij al vaker over Salto gesproken in de zin van een aantal ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van de gemeenschapsdiensten, op het gebied van een aantal andere zaken die Salto ook zelf aangeeft in het jaarverslag in de tijd van volgend jaar. Ik denk dat dat ook zaken zijn waar wij wel met elkaar over moeten praten, waar op een wijziging of een verandering in de werkzaamheden aan de orde zou zijn, waar misschien ook een aantal van deze punten kunnen worden meegenomen. Maar dan nogmaals is dat officieel een verantwoordelijkheid van Salto, van Salto bestuur, gecontroleerd door de stichtingsraad, die het hoogste orgaan is van Salto. En dat is niet de gemeenteraad. En ik denk dat het hoe ingewikkeld deze problematiek is en hoeveel ik ook zeg maar, meevoel met problemen kunnen zijn. Ik denk dat we die verantwoordelijkheden wel heel duidelijk gescheiden moeten houden. Niet alleen maar om de aanbieders, maar vooral ook om de luisteraars. Dan gaat het vooral ook om groepen Amsterdammers die zich niet altijd herkennen binnen de reguliere media. Dat is ons ook bekend. Het is eigenlijk ook de reden geweest om 1,5 jaar geleden in deze commissie meer aandacht te gaan vragen voor het jaarverslag van Salto bijvoorbeeld. Omdat onze fractie van mening was dat het agendapunt lokale media vooral werd gedomineerd door de ChristenUPC, voormalig A2000. En waarbij er veel minder aandacht was voor het medium waar behoorlijk veel Amsterdammers
op dat moment redelijk tevreden over waren. Dat is overigens ook de reden geweest waarop, waarom wij tijdens de laatste commissievergadering, toen Sauto aan de beurt was, aan de orde was, dat wij ook inderdaad heel kritisch hebben gekeken naar bestuursinrichting van Sauto. We hebben toen ook heel kritisch gekeken naar inderdaad het open kanaal. We hebben toen ook kritische vragen gesteld over van wel of geen kwaliteit. En dan kom ik meteen weer op de rol van de gemeente. De gemeente heeft uiteraard een marginale rol, dat is ons bekend, want wij zitten vast aan de mediawetgeving. Daar hebben wij op dit moment geen discussie over. Waar de discussie wat mij betreft wel over gaat, is dat het vooral gaat om een lokaal kanaal waarbij Amsterdammers betrokken zijn. En ik denk dat op het moment waarop wij hier in deze stad een mooi medium hebben, voor u, voor alle helderheid, de beste in vergelijking ook met de andere grote steden, zeker als het gaat om een stukje multiculturaliteit, denk ik dat het van essentieel belang is om ons vooral ook wel zorgen te maken over de ongerustheid die er op dit moment ontstaan is onder de aanbieders en ook onder de luisteraars. En dan denk ik van dat is wel degelijk onze zaak. Want daar zijn we ook volksvertegenwoordigers voor. Dus dat is zeker een politieke kwestie. Zonder de pretentie te hebben om in detail te gaan bepalen hoe Sauto haar zaken wil gaan regelen. Ik vind niet dat wij het recht hebben en dat wij moeten dat ook niet op die manier doen. Maar wij maken ons in elk geval ongerust. Het tweede deel wat voor ons ook heel belangrijk is, en ik zou ook de insprekers van vandaag erop willen wijzen, dat ze wel degelijk naar het commissariaat van de media kunnen gaan, want daar kunnen ze zeker ook hun verhaal kwijt, denk ik. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat als we kijken naar de rol van de gemeente, dat wij om de 5 jaren toch wel een verklaring moeten afgeven. Dus dat betekent dat de gemeente wel degelijk een rol heeft. Vervolgens zien we in het jaarverslag, ik maak dan even een sprong, duidelijk de ambitie besproken waarbij Sauto ook ons uitdaagt om in de goed overleg een aantal zaken met elkaar op te lossen. Dus dan denk ik van waar hebben we het nu over? De rol van de gemeente is wat mij betreft wel degelijk aan de orde. Zij het niet aan de taal, want daar gaan we niet over. Maar ik vind het heel belangrijk om daar ook een beetje creatiever mee om te gaan. Want op het moment waarop we het hebben over Amsterdam en niet over Lutjebroek, dan is het wel degelijk onze business. Maar daar gaat het om. Ten aanzien van het jaarverslag heb ik nog een aantal opmerkingen. Het ambitieniveau van Sauto is vrij hoog. Sauto wil aan de slag met de gemeenschapsdiensten, geeft tegelijkertijd aan dat wij hebben gesteld dat zij die mogen gaan uitvoeren voor de decoder. Geven nu ook de ambitie aan om dat achter de decoder te doen. Dan denk ik van nou, daar moeten we echt ontzettend goed over nadenken. Zeker gezien de manier waarop er kennelijk gecommuniceerd wordt met een aantal Amsterdammers. Dat is op de eerste plaats. Wat ik jammer vind, is dat er op pagina 19 een visie wordt uitgedragen over multiculturaliteit, waarbij het vooral gaat om om belangrijke ontwikkelingen in de autonome gemeenschap. Dan denk ik van, maak dat ook wel waar? En ik denk dat de eerste stap, en dat wil ik zelf wel meegeven, omdat wij nu op dit moment wel aan het woord zijn, als volksvertegenwoordiger, om in elk geval te kijken op welke manier er wel gecommuniceerd kan worden met de groepen als het gaat om multiculturaliteit. Want anders wordt multiculturaliteit een farce en daar zijn we niet voor. Ik denk dat het ook een uitstraling heeft naar de wijze waarop een nieuwe kanaalprofilering tot stand komt. Dat staat en valt met communicatie. Ik vind het heel erg jammer, wethouder, dat wij 2 weken geleden een signaal hebben afgegeven, dat is overigens ook een rol van de gemeenteraadslid, dat op het moment waarop je merkt dat er onrust bestaat, dat je daar een signaal over afgeeft, dat wij er 2 weken... Ja, dit heet cliëntelisme. Op basis van wat telefoontjes van zeer goede relaties uit de Surinaamse wereld. En dat is een minderheid van de radioaanbieders. Het zijn maar 3 organisaties, plus Zera heeft Sweet allerlei mensen benaderd en heeft een rel getrapt. Die rel blijkt onterecht. En nu zitten die boze radioaanbieders er nog steeds. En die moeten dan maar volgens haar naar het commissariaat van de media toe, want de gemeente kan niets doen. Ja, zo hou je achterban natuurlijk uiteindelijk niet tevreden. Dat Sauto
inmenging in haar eigen, zaken door de gemeente niet zo op prijs stelt. Dat wordt wel duidelijk uit de brief van 20 september van Salto aan de wethouder. En ik kan me dat ook wel voorstellen, maar ik voel ons hier als een soort van juryrechtbank. Die twee groepen die absoluut niet meer met elkaar om tafel blijken te kunnen zitten, of dat idee krijg ik, hier nu weer aan tafel moeten krijgen. En die rol bevalt me eigenlijk niet zo. Het is misschien een zieke rol, maar ik vind hem een beetje onnodig. Ja, hij blijkt nodig, maar ik vind het eigenlijk schandelijk dat dat nodig is. Dat Salto een aantal afwegingen gemaakt heeft, een nieuwe zenderverdeling en frequenties heeft ingediend. Misschien hebben we daar wel alle begrip voor. Alleen ik kan het niet uit de stukken halen en blijkt van onze insprekers ook niet hoe dat nou zo gekomen is. En hier ligt een groot communicatieprobleem. Ik zou eigenlijk zeggen, gaat u maar met z'n allen weer terug om tafel. De Amsterdammers zijn woedend op mensen die subtiel racistisch beleid in deze stad maken. Als je echt nog een kritisch zo zou willen maken, dan zet ik de hele vergadering uit. U zet mij niet de zaal uit, ik zet de hele vergadering de zaal uit. Want als Amsterdammers zijn we woedend. Ja. Het moet nou een keertje afgelopen zijn met dit soort beleid. Het kan niet langer. Want over een paar jaren komt u bij ons om op u te stemmen. We willen niet maar één keer per vijf jaar met de politiek in contact staan. We willen de hele periode met de politiek. En de politiek, de Amsterdamse politiek moet zich schamen. Dat er Amsterdammers zijn die zich verwaarloosd voelen. Die zich gediscrimineerd voelen. Groenberg is de naam. Groenberg? Ja. Ik kan wel als een dijk optreden. U heeft de kans om te praten. U mag woedend zijn, ja, mag u zijn, maar dat mag. En het vertegenwoordigt. U mag deze vergadering niet verstoren. Ik verstoor de vergadering niet. Ik geef alleen om en aanmerking. Om uw bijdrage te leveren op een democratische wijze. En ik vind dat u nu niet democratisch. Als wij ondemocratisch worden behandeld in deze stad, dan blijft ons niets over om ook aan ons volgens u ondemocratisch. Ik hou mijn mond niet. Wie heeft dat nou geschreeuwd? Met deze juryrechtbank die wij dan blijkbaar zijn, om ons te vertellen waarom het zo is. Ik heb een brief voor me liggen van 20 september en het spijt me wel, maar de toon waarin die brief gezet is, en ook al hoeft u per se niet aan ons verantwoording mogen af te leggen, de toon is bijna obstinaat. En ik weet wel wat obstinaat is, alleen ik heb hem liever niet in een... Het geeft hem wel een extra zwaar gewicht even op de hele discussie die veel breder is over de Japan of een aantal andere zaken. Laat ik het zo zeggen, het feit dat er nu zo'n ophef over is, maar tegelijkertijd lees ik in de plannen van Salto dat men van plan is om de organisatie door te lichten op de doelmatigheid van procedures. Ik heb er alle vertrouwen in dat zeg maar, ook de knelpunten voor zover nu in deze procedure gesignaleerd en daarin worden meegenomen. En ik denk dat het nu onze rol en onze rol moet zijn om dat vertrouwen in Salto uit te spreken, dat het allemaal daarin meegenomen wordt en dat we op dit moment niet meer zouden moeten doen. Nou, dan laten we dan maar eens luisteren wat het Salto bestuur en de Salto directie onder Willem Stegeman dan eigenlijk te vertellen heeft. Hoe deze indeling verder tot stand is gekomen, daar kunnen onze deskundigen beter op ingaan. Maar ik wil in de eerste plaats even wegnemen alsof alle radioaanbieders ontevreden zijn. Dat is beslist niet het geval. Het is een zeer beperkte groep. Als ik het goed heb, zijn er eigenlijk nog drie op dit moment niet tevreden waarvan. En die zijn hier in grote mate aan het woord geweest. En het waarom van de ontevredenheid, daar kan Willem straks meer over zeggen, want dat is ook nogal divers. Er is zelf al door u opgemerkt dat het ondenkbaar is om bij 90 aanbieders die allemaal op primetime willen zitten, die allemaal de beste zender willen hebben, om die allemaal tevreden te stellen. Dat kan gewoon niet. Dat is een onhaalbare zaak. We hebben ook in die brief gezet, die u dan
niet zo erg vriendelijk of misschien een beetje arrogant van te zeggen, als wij iedereen tevreden moeten stellen, dan moet het aantal frequenties verdubbelen en dan moeten we ook veel meer geld krijgen. Dat vind ik overigens niet nodig. Meneer, kunt u misschien even naar de rekenen overstappen, want dit is ons heel duidelijk. Volgens mij komt de communicatieprobleem juist van. Nou, daar wil ik even op komen. Nee, weet voortdurend mag ik dan ook even het woord. Ja, voortdurend wordt hier de indruk gewekt dat alle aanbieders ontevreden zijn. Dat is beslist niet zo. Het is een zeer beperkt aantal. Hoe is nou deze indeling tot stand gekomen? Mevrouw Karg kan daar in detail meer op zetten. Al lange jaren waren de radioaanbieders verenigd in het radioplatform ontevreden over, wat ik dan even mag zeggen, de oude indeling. Toen is er vanuit het Salto-bestuur aan het radioplatform gevraagd, kom dan met plannen. Uiteindelijk, na heel lang praten, is daar een omslag in denken uit voortgekomen, gedateerd van april 1999. En daarin is deze nu ingevoerde zenderkleuring in beschreven. Nu aan het voorstel van de radioaanbieders zelf. Nou, dat daar een paar niet tevreden mee zijn, dat zijn zo. Wij hebben toch besloten, na veel praten daarover, om die indeling in te voeren, hetgeen per 1 oktober is gebeurd. Zo is het tot stand gekomen. En natuurlijk blijft het dan dat we niet iedereen binnen die indeling tevreden hebben kunnen stellen. En dat heeft ook te maken, moet ik zeggen, met de kwaliteit van de frequenties bijvoorbeeld. He, waarover ook geklaagd wordt, maar daar kunnen wij natuurlijk als Salto niks aan doen. Maar dat is in deze de wijze waarop deze nieuwe indeling tot stand is gekomen, een heldere zenderkleuring. Communicatie is ook ter sprake gekomen, ook bij de insprekers. Voor de zomer was deze nieuwe indeling bij alle radioaanbieders bekend. Niet dat ze daar allemaal om stonden te juichen, maar hij was wel bekend. Dus zij hadden hun luisteraars maanden de tijd, dat is in oktober ingevoerd, maanden de tijd om de nieuwe indeling te communiceren. Dat is niet de taak van Salto, maar dat is de taak van de aanbieders om die te communiceren. Dat is niet gebeurd. Salto, er is op de bezwaarschrift in eerste instantie door de commissie radio zendtijdindeling geantwoord. Daarna is het advies naar het Salto-bestuur gekomen en die heeft uiteindelijk de beslissing genomen en de indelingen rondgecommuniceerd aan alle aanbieders. Daar wilde ik het maar even bij laten, want anders maak ik het misschien wel boos en dat wil ik niet doen. Daarvoor is Salto een veel te mooie instelling, maar het is wel zo dat daar veel contact over is geweest. Dat we ook zoveel mogelijk iedereen antwoorden. Eén voorbeeld wil ik noemen. We hebben tot 2 maal toe de afgelopen weken de heer Ristie uitgenodigd om op het Salto-bureau te komen. Dat heeft hij geweigerd. Dus alleen over communicatie. U bent niet gekomen. Dat is niet waar. Meneer, wat is die gesprekken hier alsjeblieft niet genoemd? Waar niet genoemd? Wat? Hier wilde ik het even bij laten. Ik denk dat Willem nog wat kan aanvullen op die frequentieindeling. En dat mevrouw Karg ook nog iets kan vertellen over hoe omslag in denken tot stand is gekomen binnen het radioplatform. Die is niet uitgevoerd. Nee, precies. Goed, is het een liefde al hoofdvorm? Geef het gewoon niet meer storen. Doe het alsjeblieft. Laten we gewoon oordeel van maken. Wat is het? Het moet echt ophouden, anders echt stop ik deze vergadering. Laten we op een fatsoenlijke wijze met elkaar praten. U hebt de kans gehad om uw mening te geven. Durf je zeggen? Salto heeft. Nee, laat ze ook gewoon hun mening zeggen. En dat ik maar alleen. Ja. Goed, de heer Stegenman. Dank u wel. Zendtijdverdeling, voorzitter, dat doe je niet zomaar, dat doe je met een reden. Veranderen doet immers pijn. Dat geldt ook voor de radioaanbieders in deze stad. De zendtijd is herverdeeld per begin oktober. Daar zit een visie achter. Daar wil ik heel kort op ingaan. De visie is dat van 5 kanalen radioaanbod het van belang is dat de luisteraar snapt op welk kanaal wat voor aanbod hij zich kan verwachten. Er was een situatie ingetreden,
groeiend in de loop der jaren, waarin eigenlijk op 5 kanalen tegelijkertijd, op sommige tijdstippen, bijvoorbeeld Surinaamse aanbieders tegelijkertijd actief waren, lijkt me niet optimaal gezien het luistergedrag van bijvoorbeeld de Surinaamse gemeenschap. Zo zijn er verschillende constateringen geweest, verschillende oplossingen geweest om te kijken hoe wij het aanbod van de open kanalen eigenlijk beter in de etalage kunnen leggen voor de inwoners van Amsterdam. Daarvoor gelden een aantal basisprincipes die met radio en televisie te maken hebben. Hoe leg je het aanbod in de etalage? En daarvoor is een profilering afgesproken. Die profilering heeft ertoe geleid dat er op dit moment, en er wordt gesuggereerd steeds dat open kanaal failliet is, ik zou dat om willen draaien, op dit moment een heel duidelijk geprofileerd kanaal in Amsterdam draait. Te weten Radio Zuidoost, een lang gekoesterde wens van dat stadsdeel, waar radio een belangrijke rol speelt en waar zonder uitzondering tientallen allochtone organisaties bezig zijn met radio-uitzendingen in eigen taal. Verder is op 2 oktober het initiatief Amsterdam FM geboren, een Nederlands multicultureel initiatief. En er is een Caribisch kanaal ingesteld. Een Caribisch kanaal waarvan sommigen hier hebben geroepen alsof dat segregatie in de hand zou werken. Ik verwerp dat. Het is een vrij gebruikelijke methode die in Amsterdam al draait, in Den Haag al draait. En overigens ook in Suriname. Als het gaat om de Surinaamse aanbieders, want daar hebben we het toch hoofdzakelijk over, wil ik u erop wijzen dat van de spaarzame etenzendtijd ruim 50% wordt ingenomen door Surinaamse aanbieders. Als het gaat om die etenfrequenties, wordt er een beeld opgeroepen alsof er minder etenruimte beschikbaar is. Dat is pertinent onjuist. Op 1 oktober, op 30 september hadden wij 2,5 etenfrequentie voor de open kanalen tot onze beschikking. Dat is op dit moment 3,5 frequentie. Bovendien hebben wij de staatssecretaris verzocht om van 3,5 nog een 4e frequentie te maken, omdat wij vinden dat we daar in ons recht staan. Het beeld dat wij dus minder etenruimte beschikbaar hebben voor autochtone doelgroepen in Amsterdam is feitelijk onjuist. Als het gaat om slechte communicatie, een belangrijk onderdeel, en ik denk naarmate je er langer over praat en langer mee bezig bent, zie je vanzelf waar je als organisatie zal voor tekortschiet en waar je ambitie in zou kunnen leggen. Betere communicatie met aanbieders. Dat trekken wij ons als bureau ook aan, die opmerking is hier ook gemaakt. Ik wil u tegelijkertijd ook opwijzen dat het natuurlijk voor de hand ligt dat je bij communicatie zowel een zender en een ontvanger nodig hebt. Dus in ieder geval de bereidheid van twee partijen om te willen communiceren. Dat is één. Het tweede is, dat heeft de heer Van Ginkel al een opmerking over gemaakt, de relatie tussen aanbieders en luisteraars. Die is vaak heel intiem bij onze aanbieders van de open kanalen. Het ligt dan ook voor de hand dat de aanbieders zelf hun luisteraars meenemen mocht er sprake zijn van een frequentiewisseling. Die frequentiewisseling doen we niet continu en niet ieder jaar. Dat hebben we nu gedaan omdat we daar een visie op hebben samen gesproken met de aanbieders. De aanbieders die nu hard roepen dat er slecht gecommuniceerd wordt, die zijn inderdaad vergeten hun luisteraars mee te nemen. Dat spijt ons. Er zijn godzijdank ook tientallen aanbieders die al maanden op de radio hebben verteld van luister, dadelijk kunt u ons ontvangen op de 88.1 op de kabel en op de 105.2 in de ether. Het is dus iets waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld wordt, zowel door aanbieders als door Salto. Ik heb u gezegd dat het voor het bureau een belangrijk aandachtspunt op dit moment is om de communicatie intern, denk dan aan de Salto Plus aanbieders, te verbeteren, staan voor de stegen aan het licht te houden. En natuurlijk ook de externe communicatie met de Amsterdamse bevolking. Voor elke gemeenteraadslid kan wij het een en ander aanbieden. We hebben een schitterende. We praten zo verder met wethouder Bruines, maar even een interruptie, een demonstratie rond de kalenderpanden in de gemeenteraad. Men kwam wat aanbieden. En het was Saar Boerlagen die dat weer heel aardig oploste. Projectontwikkelaar tot een oplossing te komen. En wij vragen even de aandacht daarvoor.
Dus ik weet niet, misschien dat de portiers dit door kunnen geven dan. We hebben 50 mooie foto's van de binnenkant van de kalenderpanden. Daarop staat groeten uit Amsterdam. En nou ja, wij hopen dat elke gemeenteraadslid nou ja, dit van harte neemt. En ja, extra op het belang van de kalenderpanden gedrukt wordt. En ja, dit is onze manier van doen, zeg maar. Dus nou ja, we hopen dat dat in goede aarde valt. Hoe zullen we dit doen? Ja, daar staat die man dan met zijn cadeautje en geen raadslid steekt zijn vingers uit, behalve Saar, die kordaat zegt, nou dat pakken we dan wel even aan. Wij gaan verder met mevrouw Bruines en we willen toch even op wijzen dat we gaan ook praten over de verbouwing van het stedelijk, maar dat niemand van de raadsleden in de commissievergadering ook maar de vraag heeft gesteld of die verbouwing en het sluiten van het stedelijk en de sluiting van het Rijksmuseum in verband met een grotere verbouwing misschien samen zouden vallen. Een beetje kortzichtig dus. Maar we komen erop terug. En sommigen willen het niet hebben. Mevrouw Bruines, u bent wethouder voor cultuur. En vanmorgen was er nogal wel consternatie over Salto. De lokale publieke omroep. Een heleboel consternatie, maar was er echt ook iets aan de hand? Wethouder lokale media in dit geval. Wat was er nou echt aan de hand? Nou, er was nogal opschudding over de nieuwe frequentieindeling over de radio van Salto. Daar gaan wij als gemeente helemaal niet over. Dat hebben we juist bij Salto ondergebracht, omdat we vinden dat we er als gemeente geen zeggenschap over moeten willen hebben. Is het zelfs niet zo dat de mediawet u verplicht om er geen zeggenschap over te hebben? Dat is ook zo. Dat mag ook niet eens volgens de mediawet. Dus dat moeten we ook niet willen. Maar goed, er was nogal wat onrust. In ieder geval onder een aantal aanbieders die zich uiteindelijk tot de gemeenteraad hebben gewend. Van kunt u ons niet helpen? En dat heeft ertoe geleid dat er vanmorgen een aantal insprekers in de commissie waren. En ook door de raadscommissie wat vragen zijn gesteld over hoe nu verder. In ieder geval is iedereen het erover eens dat wij als gemeente hier geen rol in hebben. Er is wel iets meer duidelijk geworden omdat ook Salto nu in ieder geval naar de raadscommissie heeft uitgelegd hoe vanuit Salto dus een aantal dingen in gang gezet zijn en de procedure verlopen is. En Salto is nu, gaat nu verder nou ja, met de mensen die problemen hebben hiermee nog praten en zal daar over een paar weken aan de raadscommissie laten weten hoe dat gegaan is. Okay. Nou mag u als gemeente dus niet direct invloed hebben op het beleid, maar heeft u als wethouder, lokale media, maar ook van cultuur, een idee waar zeg maar, Salto over 5 jaar moet staan? Waar moet zo'n club mensen, en we praten over duizenden vrijwilligers hè, die radio maken en televisie, waar moeten die over 5 jaar staan in een wereld waarbij andere media naar voren komen, internet, decoders? Nou ja, ik denk dat er heel veel gaat veranderen. Wat Salto ook heeft aangegeven in zijn jaarverslag en in de plannen van volgend jaar. Er zal natuurlijk veel meer ook via andere media gewerkt moeten gaan worden. En Salto heeft aangegeven, wij zullen daar de komende jaren, en daar zijn ze eigenlijk nu al mee bezig, is goed over nagedenken wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Dat wordt ook allemaal steeds breder. Ik vind het belangrijk dat er in ieder geval één instantie is in Amsterdam, Salto in dit geval, waarin toch een zekere coördinatie van alle aanbieders en alles wat er gebeurt plaatsvindt. Maar het zal natuurlijk ook wat verlopen, omdat op een gegeven moment ook via internet, radio, televisie, nou het gebeurt natuurlijk nu al, plaatsvindt. Nou, wat daar precies de rol van Salto in moet zijn, weet ik niet. Maar de functie van die open kanalen, zowel voor radio als voor televisie, is natuurlijk groot. Omdat iedereen die in Amsterdam radio of televisie wil maken, daar in principe gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk een groot goed. Daar heeft Salto absoluut een belangrijke rol in. Ook in het ontwikkelen en het misschien coördineren van wat we zo de gemeenschapsdiensten noemen. Via de kabel, ook via andere infrastructuren wellicht. Nou ja, als coördinatiepunt tussen aanbieders en vragers en infrastructuurbeheerders. Misschien als subsidieverdeelstation, dat kan ook nog. Nou, dat zijn formeel zijn ze ook de beheerder van AT5, hè? Ja, klopt.
Nou, had ik ooit begrepen dat de benoeming van... Zij zijn de omroep en AT5 is het bedrijf wat de programma's maakt. Ja. Ik heb ooit begrepen dat afspraken tussen AT5 en de gemeente inhielden dat Salto de nieuwe hoofdredacteur zou moeten benoemen. Maar ik heb begrepen dat Matthijs van Nieuwkerk vanuit Parool naar AT5, dat is dus binnen het bedrijf eigenlijk overstapt. Bent u daarover geraadpleegd? Dat is mij medegedeeld. Maar er is niet aan u van Salto officieel toestemming gevraagd? Nee, volgens mij ga ik daar ook niet over. Nou, over wie de hoofdredacteur van AT5 wordt. Ik neem aan dat voor zover Salto daar betrokkenheid bij heeft als centgemachtigde, zeg maar. Dat Salto daarover geïnformeerd is. Even die afspraken die wel eens meer verzanden. Even iets anders. Vanmorgen was ook aan de... Meneer Fuchs zat daar met nog twee heren van de directie van het Stedelijk Museum. En er was nog wat gekrakeel, want als ik het goed begrijp, wordt de verbouw en herbouw en aanpassing en een achterstallig onderhoud nu wat verder weggeschoven en wordt het in zich heel aangepakt. Maar er was wat commentaar over. Hoe is het sentiment daarover? Het college heeft beslissing genomen, of in ieder geval stelt aan de raad voor, dat er blijkt steeds meer is gebleken de afgelopen maanden hoeveel er bij het Stedelijk Museum nodig was. Op mijn verzoek, maar ook op verzoek van de raad voor de zomer, is er op een aantal van die aspecten extra onderzoek geweest. Gevraagd van, breng nou heel goed in kaart wat er allemaal moet gebeuren, hoe dat in de bouwlogistiek, in de volgordelijkheid, welke kosten er allemaal nog bij komen. Ik wil dat nu in één keer goed bij elkaar in beeld krijgen. Nou, dat is gebeurd, daar heb ik de raad over gerapporteerd. Terecht komt daar de vraag op, hoe komt het dat we dat 5 jaar geleden niet... Maar meneer Piersma zei dus van, we dachten dat het 30 tot 50 miljoen gaat kosten en nu kost het 150 miljoen. Dat is toch wel een stevige... Ja, meneer Piersma, er zijn misschien een paar dingen dan onduidelijk overgekomen, laat ik zo zeggen. Die nieuwbouw kost ongeveer 50 miljoen. Daar hebben we ook besluiten over genomen. De restauratie, renovatie van de oudbouw is nu geraamd op ongeveer 65 miljoen. Daar moet nog een verdere onderbouwing en in ieder geval een heel officieel programma van eisen nog voor worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is er ook gekeken van als tijdens die verbouwing en die renovatie zal het museum toch voor een langere periode dicht moeten. Wat betekent dat voor een aantal ontwikkelingen? Betekent dat voor de schilderijen die er allemaal in depots onder het museum staan? Die zullen eruit moeten, dus je moet een tijdelijke voorziening daarvoor regelen. Een aantal werkplaatsen moeten worden... Dat het Scheepvaartmuseum nog een mooie ruimte heeft, die ze niet kunnen betalen. Toen ik dat las in de krant, dacht ik ook. Maar die zit alleen nog met de verhuiskosten, geloof ik. Nou, dat moeten ze met het Rijk verder oplossen. Dus het Scheepvaartmuseum die heeft dat niet over. Zullen er snel in gaan zitten. Maar... in ieder geval is het... Ik ben het eens met iedereen die in de raad zegt van dit hele beeld had er zoveel jaar geleden al moeten liggen. Maar slordig gebudgeteerd en bekeken. Het is natuurlijk heel lang zo geweest dat... Dat ervan uitgegaan werd dat de aanpassing van de oudbouw, de renovatie, A, een lager bedrag zou zijn en B... gewoon en passant even meegenomen zou kunnen worden. Er is natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg geconcentreerd geweest op die nieuwbouw. De raad heeft ook ooit gezegd, we hebben er echt niet meer voor over dan toen was dat 30 miljoen gulden. En daar moet het maar voor. Achteraf kan je zeggen, maar dat is altijd achteraf. We hadden toen ook wat ruimhartiger moeten kijken en gewoon moeten zeggen, jongens, we willen nu gewoon echt alles nu goed in kaart hebben. Maar als je vanuit gaat we hebben alleen maar een bedrag van dat, is het ook weer begrijpelijk dat degene die de plannen maken en die architecten zeggen, dan gaan we dus nu die nieuwbouw doen en dan zien we. Maar dat is allemaal achteraf gepraat. Zo moet je dus geen planvorming en besluitvorming doen. Zeker bij een zo belangrijk museum als Stedelijk niet. En daarom ben ik... Komen we bij het volgende punt. En dat is de coördinatie. Tegenwoordig hebben we stadsregisseurs voor dit soort dingen. We hebben nog geen cultuurregisseur. Maar ik heb ook begrepen dat ook het Rijksmuseum heel fundamenteel op de schop gaat. En wordt dat nou wel gecoördineerd dat als en het Stedelijk en het Rijksplat gaan, dan denk ik dat de toeristenindustrie toch wel te hoop gaat lopen. Ik denk dat we heel goed moeten kijken naar of dat inderdaad samenvalt of niet. Het gaat allebei wel nu naar planning om ongeveer dezelfde periode.
Beide verbouwingen. Dan moet toch iemand zeggen dat kan niet, want dan raak je toch je trekkers kwijt. Beide verbouwingen zijn zeer urgent. Ook als we nu hadden gezegd voor het Stedelijk Museum, we gaan nu de nieuwbouw doen. En zoals we eerst dachten dat het nog zou kunnen, eerst de nieuwbouw en dan een tijdje later de renovatie. Was zeg maar ook de renovatie van de oudbouw, waarschijnlijk in dezelfde periode als het Rijksmuseum gevallen. Ik denk dat het van groot belang is om dat zo goed mogelijk af te stemmen. Ook heel goed te kijken wat er nog aan tijdelijke andere voorzieningen mogelijk zijn. Om toch zoveel mogelijk van de belangrijke kunst te kunnen blijven laten zien. En dat we moeten proberen om het zo min mogelijk te laten samenlopen. Waarin in ieder geval een hele goede voorlichting en publiciteit aan geven. En het is misschien even... Ja, in Tsjetsjenië lezen ze natuurlijk toch niet het briefje wat ik in de bus krijg. En wereldwijd kun je dat haast niet doen. Ja, zoals u weet. Maar dat is zo. Maar op een gegeven moment, in Berlijn worden nu ook tegelijkertijd een aantal musea opgeknapt. En iedereen die in kunst geïnteresseerd is, die weet dat ook. En er zijn ook een aantal tijdelijke voorzieningen. Het is misschien even vervelend. Aan de andere kant heb je daarna gewoon weer twee prachtige musea die weer een tijd voort kunnen. En nogmaals, er zijn ook nog heel veel andere belangrijke culturele toeristische trekpleisters in de stad. Maar goed, het is nu midden oktober 2000. We hebben het gezegd. Als het echt samen gaat vallen, dan komen we erop terug. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan voor. Ik was helemaal rood. Roy Risti, je maakt je vreselijk kwaad over wat er gebeurt met Salto. Wat is er aan de hand? Ik maak me altijd kwaad als er dingen niet goed gaan. En belangen van mensen, in dit geval ook van mij, mijn organisatie, luisteraars in het geding is. En daar is nu sprake van een heleboel organisaties die dagelijks, jaar in jaar uit, met vrijwilligers programma's maken. Die worden op een manier behandeld die niet door de beugel kan. Wat ik begrepen heb is dat de Surinamers hetzelfde of meer zendtijd hebben gekregen, maar op één kanaal. En wat ik daaruit begrijp is dat de gegroeide traditie van een soort concurrentie op verschillende kanalen daarmee onmogelijk wordt gemaakt. Ja, het is misschien een beetje te technisch om daar helemaal op in te gaan. Het is zo dat er een nieuwe verdeling heeft plaatsgevonden. Een verdeling die in feite nergens op slaat, omdat zowel de aanbieders dat niet wilden. En die zijn uiteindelijk de representanten ook van de luisteraars. Dus de luisteraars die zijn daar over ontevreden. En er heeft een programmering plaatsgevonden waarbij er duidelijk sprake is van dat er zeg maar een soort vorm van ghetto-vorming heeft plaatsgevonden. En wat heel kwalijk is, dat het open kanaal waar ik als pionier ook voor geknokt heb, die je ruimte biedt voor verschillende aanbieders, voor een belangrijk deel is dichtgetimmerd. Dichtgetimmerd in de zin dat er verschillende zuilen komen waar verschillende soorten aanbieders, mensen uit het Caribisch gebied, Surinaamse aanbieders, hun eigen herkenbare zender hebben, zowel in de ether als op de kabel. Ja, het is heel erg belangrijk dat dat in goede samenspraak gebeurt. Zodat Salto, die dan een bepaalde rol hierin speelt, ook draagvlak kan hebben. Dat is belangrijk omdat er straks wat grotere zaken gaan spelen. Er moet een grootstedelijke, of althans voor de Randstad, een sterke zender komen voor minderheden. Er wordt gepraat over een multiculturele zender. Maar op het moment dat Salto daar plannen voor gaat maken, dan lijkt het mij goed dat wij in elk geval over dit soort zaken die er lokaal spelen, toch op een andere manier met elkaar behoren om te gaan. Om even terug te komen op die kwestie van de verzuiling, wat ik terug naar af noem. De manier althans waarop daar nu mee omgegaan is, die programmering in Amsterdam via het Open Kanaal. Niet omdat er gehonoreerd wordt dat er een Chinatown komt, dat het niet langer mogelijk is voor Chinezen om elders in de stad te mogen gaan. Okay. Nou even de politieke situatie. Dit is in de gemeenteraad gebracht, in de commissie. Mevrouw Swiets heeft zich er sterk voor gemaakt. Maar het was heel duidelijk uit het antwoord van de wethouder en ook uit de analyse van de andere raadsleden dat mevrouw Swiets en de gemeenteraad over deze zaak ten opzichte van Salto heel weinig te vertellen heeft. En alleen maar wat kan piepen van het gaat om Amsterdam. Maar feitelijk hebben ze niks te vertellen over Salto. Nou, je hebt net zoveel te vertellen als je zelf wil. Het lijkt mij dat op het moment dat ik mensen heb gekozen, volksvertegenwoordigers, om te passen op mijn portemonnee en mijn... Maar wacht even, de gemeente gaat niet over het geld van Salto. De gemeente die beslist over de subsidie van Salto. Nee, die subsidie van Salto komt voor het grootste gedeelte van A2000 en van UPC. Dus de gemeente beslist daar helemaal niet over.
gaat erom dat de gemeente belast is bij wet om de culturele representativiteit af te geven aan een organisatie. In dit geval is dat Salto in Amsterdam. Die is zoals de wet nu dat geregeld heeft in een monopolistische situatie. Wat op zich nou eenmaal zo is, daar verander je niets aan. Maar dan vind ik dat je wel de nodige zorgvuldigheid moet betrachten bij het sowieso omgaan met zaken als criteria, toewijzingsbeleid, een transparante procedure. Waarom heeft mevrouw Sweet dit aangekaart op dit moment waar deze commissie duidelijk zegt dat is niet onze zaak? Nou, ik heb niet begrepen uit de conclusies die ik vandaag kan trekken dat er hier sprake is van een kwestie, althans dat de commissie daar niet in mee kan gaan. Het is overigens niet alleen mevrouw Sweet, ik heb meerdere politici gehoord, gelukkig ook maar, omdat er zijn nou eenmaal verschillende mensen waar het electoraat uit bestaat, die ook allemaal hun eigen politieke partij hebben en hun eigen politieke partij. Maar meneer Hemmers bijvoorbeeld was heel duidelijk, die zei, hebben we hier iets over te zeggen, dat wil ik eerst weten, en als we er niets over te zeggen hebben, waarom heeft mevrouw Sweet dit opgespeeld? Is dit niet een vorm van cliëntelisme? Nee, mevrouw Sweet heeft, voor zover ik dat kan inschatten, misschien ben ik daar een te grote leek voor op dat gebied, dat niet als zodanig opgespeeld. Er zijn inderdaad schriftelijke vragen gesteld door mevrouw Sweet. En ik denk dat in niet mis te verstaande bewoordingen overige politici duidelijk gemaakt hebben dat ze zich zorgen maken over de manier waarop Salto het beheer voert over het open kanaal. En dat de situatie zorgelijk is. Er is maatschappelijke onrust. Je moet niet vergeten dat dit hele verregaande consequenties heeft. Er is een maatschappelijk activiteit gaande die door vrijwilligers in, voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt worden. En die lijken mij toch wel met name de groep te zijn die daarin mee moet kunnen praten op